hele goede morgen / middag. Het is vandaag zaterdag. Het is 3:30. Het is geen morgen meer. Ik open toch net mijn vlog, jongen. Ja, het is vandaag zaterdag. Het is vandaag trouwens dag 6 van Ramadan. Voor Nessie tenminste. Ik ben vandaag ook aan het vasten. Leuk hoor. Vandaag zijn we dus samen de hele dag door. Dat vind ik wel echt tof. We gaan nu zo even naar een afspraak. Wij gaan vanavond trouwens naar Amsterdam. Want Nessie is uitgenodigd voor het concert van Lil Kleine vanavond. Waar is het eigenlijk? In de Ziggo Dome. In de Ziggo Dome, wat gaaf. Hij is de eerste rapper die een solo show heeft in de Ziggo Dome. Heb ik gehoord. Oh, ik weet niet of het vet man. Maar... vet. Zo hard. Dus ja, en ik mag mee. Leuk. Dus daar ben ik echt wel blij mee. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben nog nooit naar een concert geweest van Lil Kleine. Ik ben echt benieuwd. Dus we hadden een afspraak, maar we zijn dus op de verkeerde locatie. En eigenlijk boeit het ons helemaal geen fuck, want we zijn toch aan het vasten. Verder helemaal niks te doen. Dus ik denk, ja prima, gaan we lekker naar een andere locatie. Normaal gesproken was het net zo echt geflipt. Ja. Maar nu zijn we gewoon rustig, we hebben toch niks te doen. Chilling. Chilling. Maar het probleem is dat je daarna weer hier naartoe moet. Maar ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Zo, ik zit inmiddels achter het stuur, want er geswitcht zijn van auto's. Even kijken, ik was me aan het inlezen vandaag over het OMAD dieet. One meal a day dieet. Dat betekent letterlijk dat je 1 maaltijd per dag mag eten. 1 uur lang mag je dan eten en 23 uur moet je dan eigenlijk vasten. En dat zou heel goed moeten zijn voor je lichaam. Maar er zijn nogal verschillende meningen over. De ene vindt het hartstikke goed voor je lichaam, de andere zegt nee, het is hartstikke slecht. Maar daardoor kan je lichaam dus ook in ketose gaan zonder dat je alleen maar het keto dieet volgt. Dus stel je voor, je volgt het OMAD dieet, one meal a day, en je eet dus met die ene maaltijd wel koolhydraten, omdat je dus maar 1 keer per dag eet en 1 uur lang kan je dus ook in ketose komen. Dus ik vond dat wel interessant, want ik ken dus nu mensen om me heen die dat volgen en die daar echt heel erg tevreden mee zijn. Dus ja, maar nu kan het sowieso niet tijdens Ramadan, want dan zou je het denk ik echt niet overleven. Maar als Ramadan is afgelopen, overweeg ik het wel, ja, om te doen. Gewoon uitproberen hoe het is. 1 maaltijd per dag. Ik zie er breed uit vandaag. Niet normaal. Ik ben nog steeds aan het wachten. Inmiddels zit Nessie naast me. Maar volgens mij kreeg vandaag Nessie een Volkswagen Up mee. Dat is echt een heel kleine Volkswagen. En hij zegt, als ik die mee ga krijgen, ga ik echt heel erg blij zijn. Dat is wel grappig, die auto. Kijk een keer, dat is deze mini-auto. Kleine Darpa. Volkswagen Up. Ik ga stuk. Wij zijn net thuis. Nou, ongeveer een uurtje denk ik of zo. Nessie is nu even FIFA aan het spelen. En ik heb even de douche aangezet. Ik ga even nu douchen. Het is nu 6:15. We moeten ongeveer om 7 uur vertrekken richting Amsterdam. Dus ik ga even heel snel deze haren wassen. Ik moest gisteren eigenlijk mijn wimpers al doen, maar ik had het niet gered. Ik kom net uit de douche. Ik ga even heel snel mezelf klaarmaken, want ik heb echt nog weinig tijd. Ik snap eigenlijk niet waarom ik mijn gezicht niet heb gewassen. Want ik moet nu alsnog doen. Mijn make-up zit helemaal voor geen meter meer. Ik heb trouwens echt zo weinig energie vandaag. En echt heel erge hoofdpijn. Niet normaal. Ik heb echt koppijn. Even mijn wimpertjes borstelen, want die zien er echt niet meer uit. Ik heb mijn make-up en haren, tenminste haren, nog niet helemaal gedaan, maar een soort van gedaan. Ik ga even kijken wat ik aan ga doen. Ik ga eigenlijk gewoon iets heel simpels aan doen, denk ik. Wat ga je aan? Dan ga je gewoon het outfit aanhouden. Mm-hmm. Oh, ik heb me even heel snel omgekleed. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Ik heb echt een super simpele outfit aan. Ik heb gewoon mijn mom jeans aan. Deze haal ik eronder. Deze top. En dan zo'n vestje eroverheen. Nou. Ik voel hem eigenlijk niet zo, maar ik vind het prima. Kom Nes, we gaan. Gaan we? Yes! Yes! Ik en Nessie hebben allebei een beetje honger vandaag. Ik zal een heel klein net sushi eten. Oh echt? Dan moet ik het sushi nemen. We zijn een beetje humeurig ook vandaag, hè?
Jij? Nee, jij. Nee hoor, ik ben gewoon relaxed. Zo zien wij er een beetje uit vandaag. Zo, mijn haar is ontploft. Leuk hoor, net. Leuk hoor. Wij zijn aangekomen. We moeten best wel ver lopen. Wow. En het is best wel frisjes. Lekker. Is het de tweede keer dat je naar de Ziggo Dome gaat? Ja, tweede keer. Tweede keer? Eerste ik was de eerste keer naar Stromae gegaan. Dat vond ik echt heel vet. Daarna nooit meer? Nee, eigenlijk niet. Nee, want Britney was in België. Oh ja. Zeg nog, want ik praat het precies door je heen. Ik zei van, hij heeft best wel veel gasten. Ja, yeah, ik... in de eerste 10 minuten al. Ik verwachtte zeg maar dat hij helemaal alleen zou komen. Althans, ja, ik dacht wel dat Ronnie of zo zou komen, maar ik wist niet dat Frenne... Ja, dacht je dat Ronnie zou komen? Ja, zeker, tuurlijk. Oh. Dus samen begonnen, joh, tuurlijk. Oh. Maar de show is nog niet afgelopen, maar we zijn wat eerder weg. En we hebben een soort van al iftar binnen gedaan. Maar we hebben wel gewoon echt honger, manje. Ja, toch? Shout-out naar Kleine, maar we hebben echt honger, manje. Het is wel echt heel tof. Ja, het was heel vet man. Vuurwerk, ja. Gekke belichting. En ook belichting. Hoe die opkwam. Ja man, heel dope. Ja. Hij kwam gewoon van het plafondje. Maar hij kwam uit het plafondje. En weet je wat te grappig was? Ik snapte niet waar hij vandaan kwam. Ik ook niet, ik keek heel naar rechts. Ik zag zo'n schaduw op en ik dacht, oh ja, man, ik zie zo'n gekke schaduw. Ik filmde precies verkeerd. Ik zie alleen een gitarist en zo. Ik denk, hé, what the fuck. Oh, dat was wel leuk. Nou, wij gaan nu eten zoeken. Yay. Waar gaan we zoeken dan? Nu wordt het pas spannend. Waar gaan we eten? Molle, ik weet niet. Weet je wat het was? Weet je wat wel zo is? Bij die buitenlandse tent, die Turken en zo. Is sowieso iftar allemaal. Maar ja, goed. Dan doen ze die iftar, tot wij daar zijn er sowieso iedereen al klaar met eten. Ja, maar mensen gaan niet binnen 10 minuten eten, toch? Ja, wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Ik weet het niet. Een beetje moeilijk, hè? Ga erover nadenken. Wij konden echt bijna nergens terecht. Iedereen scot ons. Niemand wil ons hebben. Besef, wij kwamen gewoon uit het concert. En we kregen geen cola. Even serieus, er waren daar dus van die kraampjes met Coca-Cola die ze dan uitdeelden na het concert. En wij waren natuurlijk eerder vertrokken. En Nessie zei van, ja, wij zijn Ramadan aan het verbreken. Mogen wij...
onze vast aan het verbreken, mogen gewoon een cola breken. Zeggen ze, nee, het mag nog niet. We mogen nog niks drinken. Ik heb heel dag niks gedronken, Sabi, nog steeds niet. Kom op man, ik had nog wel even een blikje geven. Man. Los daarvan, Meram konden we niet terecht. Sushi tenten gingen bijna dicht. En ja, het is natuurlijk ook wel aan de late kant. En we hebben besloten om naar Bazaar te gaan. Lekker hè? Die zag ik niet aankomen. Ik ook totaal niet, maar misschien hebben ze wel iets lekkers. Ja, inshallah. Kijkens Bazaar, ik krijg water, dadels. Lekker hoor. Dat zijn ze, de echte IFA. Ik weet niet wat ik heb besteld, als ik eerlijk moet zijn. Wat is dat? Ik wil een hele grote frikandel. Oh jongens, zijn broek is open. Zo, wij zijn net thuis. Even kijken, ik ga even snel de vaat doen, een beetje opruimen, hier even kaartjes aan doen, een beetje gezellige sfeer maken. En dan even op de bank gaan zitten. Een beetje opruimen dus even in de nacht. En daarna ga ik even een kleine maaltijd maken om te gaan eten voor het slapen gaan. En dat is voor nu even de bank. Lekker hoor! Zo, ik zit even op de grond. Ik wil even laten zien wat ik laatst van Nessim heb gekregen. Want Nessie had laatst zo'n campagne met JD. En toen mocht hij iets voor mij uitkiezen. En dat vond ik echt vet cute. Ik laat je even zien. Ik heb nieuwe sneakers gekregen van Nike. En kijk hoe cute deze zijn. Ik ben hier echt zo blij mee. Ze zijn echt mooie dagelijkse schoenen. Ik vind deze echt vet. Nessie is even gaan slapen. En hij wordt straks weer wakker om te eten. Ik heb ondertussen voor mezelf guacamole gemaakt. Ik ga het eten met deze crackers. Ik heb er nog twee. Met water. Ik ga zo even een gembershotje innemen. Deze helpt me echt super goed. En dan lekker een juice van Juice Express. Ze is net wakker. En ik heb even lekker broodjes opgewarmd. En hot dogs. Lekker sausjes erbij. Het gebakken uitje zoals bij de IKEA. En ze gaat nu hot dogs eten. Ik ga aardbeidjes eten en heel veel water drinken. Wij gaan hiernaast slapen, jongens. Ik wil alleen maar aardbeidjes, Nes. Ik hoef de rest niet. Dus ik ga hier bij de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En we zien jullie morgen weer. Doeg!